natuurlijk. We gaan het nog een keer doen. Als je deze podcast altijd luistert, dan heb je geen idee hoe het er hier in de studio van de Passie Podcast uitziet. Gelukkig is daar iemand als Tom van Dun, die impressies tekent. We gaan zijn passie intekenen in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Tom, leuk dat je er bent. Ja. Was je altijd al aan het tekenen als kind? Jazeker. Ik heb van jongs af aan veel getekend. Ja. Ik had die vraag verwacht. Ik heb ook mijn... tekenschriftje bij me van de tweede klas lagere school. Oh, als bewijs daarvan. Ja. En het grappige is dat op dat schriftje al een heleboel plaatjes zitten. En in het schriftje staan een heleboel stempeltjes. Ja. Dus ik deed dat al van jongs af aan. Ja, dus dat is echt je passie. Ja, ja, ja. En wanneer ontdek je dan dat dat iets is wat je professioneel wil gaan doen? Een moment wat mij enorm bijstaat ligt in 1982. Ja. Toen kon ik voor de KNHB, de Nederlandse Hockeybond, ja, mocht ik cartoons gaan tekenen in hun toenmalige weekblad. Mm-hmm. En daar kreeg ik voor betaald. En dat was van, wow, ik kan hier geld mee verdienen. En dat vond ik zo gaaf, ja, dat je een cartoon maakt, hè, waar je zelf enthousiast over bent. Je levert hem in en je krijgt ervoor betaald. Ja, ja, hoe mooi is dat? Ja. En dat was eigenlijk de start van mijn carrière. Want was je daarvoor al iets aan het studeren? Of had je al bepaalde plannen of ideeën? Of? Nee, niet echt. Niet echt. Ik had voor die tijd eigenlijk nooit kunnen vermoeden dat ik in deze richting professioneel zou worden. Yeah. Maar de kans deed zich voor. En die heb ik toen aangegrepen. En je ziet wat er van gekomen is. Hoe vind je dan werk? Hoe vind je werk? Belangrijk is natuurlijk dat je een goed netwerk hebt. Mm-hmm. Nou, dat is iets waar we met z'n allen natuurlijk veel tijd in steken. En met we bedoel ik ook BNI, de mm-hmm. ondernemersgroep waar ik lid van ben. Yeah. Dus je netwerk is erg belangrijk. Belangrijk is natuurlijk ook dat je goed werk levert. Mm-hmm. Op een gegeven moment gaat zich dat verder vertellen dat die figuur toch leuke dingen maakt. Yeah. En dan komt het van onverwachte kant komt het op je af. En je moet er gewoon veel tijd en energie in steken. En geduld hebben dus. Is het een combinatie van techniek en creativiteit? Uiteraard. Als je een goede techniek hebt en je hebt geen idee, dan kom je niet heel ver. Ja. Maar als andersom? Je briljante ideeën hebt, maar je kunt niet tekenen, dan houdt het ook snel op. Wat is belangrijker? Ik denk de creativiteit. Okay. Als je bijvoorbeeld eens kijkt naar een aantal vooraanstaande cartoonisten in Nederland. Ja. Kamagurka, Fokker Sukke, mm-hmm. Goomba. Mm-hmm. Ja, die tekeningen lijken nergens op. Nee. Maar de grappen zijn fantastisch. Ze zijn wel goed, ja. Dus je kunt een goede grap prima weergeven met een beperkte tekening. Ja. Maar een briljante tekening met een slechte grap, dat gaat niet werken. Is het zoiets als we naar bijvoorbeeld zo'n Fokker en Sukke als voorbeeld nemen? Ja. Dat is inderdaad heel simpel getekend. En ja, ondanks dat toch al jaren een soort van begrip. Ja. Is dat dan een keuze van, oké, we gaan het klein houden en simpel. En daardoor is het simpel? Of is het gewoon echt van, we zijn grappig, maar we kunnen eigenlijk niet zo goed tekenen? Dus eigenlijk is het een creatieve keuze of? Nou, daar heb ik wel eens over zitten nadenken. Die tekenaar van Fokker en Sukke. Ja. Weet je weer, Jean-Marie van Tol. Ja. Ik heb me wel eens af zitten vragen of hij, want hij tekent al 25 jaar Fokker en Sukke. Mm-hmm. In diezelfde beperkte stijl. Ja. En ik vraag me af of hij zichzelf niet moet forceren om zo beperkt te blijven tekenen. Ja, want het is zijn handelsmerk. Het is een handelsmerk, maar je ontwikkelt je ook als tekenaar. Ja. Je wordt beter, als het goed is. Ja. Dat merk je zelf ook. Ja. Maar hij is min of meer gedwongen om zo onbeholpen te blijven tekenen. In dat keurslijf te blijven. En, ja. Maar goed, dat is tegelijkertijd wel hun kracht en hun herkenbaarheid. En dat doen die jongens al 25 jaar lang. Ja. Misschien wel langer. Fantastisch. Wat is herkenbaar in jouw stijl? Ik heb een lijnvoering die ik zelf als een soepele lijnvoering zou willen benoemen. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat de lijndikte gaat van dun naar breed en weer dun. Dus daardoor zit er wat dynamiek in. Mm-hmm. Het gaat mij te ver om mezelf te vergelijken met Frank Quin, de tekenaar van, weet je het? Kuifje? Nee, ik zeg iets heel gek. Nee, ik ben niet zo thuis in de cartoonisten en de tekenaars. Dat is de tekenaar van Guust. Dat ken ik en niet. En Guust ken je niet? Nee. Nou, dan moet jij vanavond eventjes... ik moet mijn huiswerk gaan doen. Ja. Maar die heeft dus ook zo'n teken met een penseel. En daar zit een hele
nou ja, dynamische lijn in. Mm-hmm. En de tekenaar van Kuifje, Hergé, die tekent met één lijndikte. En die is gewoon wat minder spannend. Ja. Dus ik denk dat mijn stijl zich kenmerkt door een beetje losheid en snelheid. Hoe ontwikkel je zo'n stijl? Waar leer je die technieken? En wanneer denk je, dit past bij mij? Op de eerste plaats heb ik alles mezelf aangeleerd. Mm-hmm. Dus ik heb geen opleiding gedaan voor tekenaar van dit soort dingen. Dus dat ontwikkelt zich in de loop van de tijd. Hè. Te beginnen in de tweede klas lagere school. Yeah. En op een gegeven moment, ik tekende vaak of heel lang met kroontjespen. Mm-hmm. Dus dat is één lijndikte. Mm-hmm. Ja, en op een gegeven moment dan lees je die strips. Ook Martin Lodewijk, hè, dat is de tekenaar van Agent 327. Die heeft ook zo'n mooie lijn. Yeah. Ja, dan ga je dat eens uitproberen. Yeah. En dan blijkt dat je dat eigenlijk best aardig afgaat. Yeah. En dan zie je dat de tekeningen daardoor mooier worden. Nou, dan ga je dat toepassen. Ik hoor al heel vaak strips en striptekenaren voorbij komen. Ja. Is dat iets waar vanuit jouw jeugd die passie is ontstaan? Ja, dat heeft er zeker aan bijgedragen. Ja. En wat waren dan de strips waar jij los op ging? Nou, als jong ventje zat ik heel veel in de bibliotheek. Ja. En las ik inderdaad Kuifjes. Mm-hmm. Ja, omdat dat spannende verhalen waren. Ja. Ik lette toen volgens mij nog niet zozeer op de tekeningen als wel op de verhalen. Ja. En verder kochten wij eigenlijk helemaal geen strips thuis. Mm-hmm. Ik zelf ook niet, dat ben ik pas eigenlijk veel later gaan doen. Maar waar het enigszins kon, pakte ik ze erbij. En dat is dan de inspiratiebron voor wat je nu zoveel jaren later nog steeds doet. Ja, en ik heb thuis ook een knipselmap. Yeah. Ik heb al vanaf heel jong heel veel artikels verzameld over tekenaars en over strips en over het vak, zeg maar. Ja. Yeah. En die artikels gaan terug tot, ik denk 1976, zoiets. Dat was ik 16. Ja. Dus die gaan al ver terug. Dus een hele dikke map. En dat heb je nog steeds? Die heb ik nog steeds. Als, een soort van herinnering terug in de tijd. Wat zijn jouw klanten? En wat voor soort werk lever je af over het algemeen nu, professioneel? Ja. Ik noem mezelf dus business tekenaar. Mm. En niet striptekenaar, ook niet. Ja, het is heel anders, want dat is dus waar ik naartoe wilde. Want ik hoor dus aan de ene kant heel erg de stripkant en een beetje de comedy. Ja. Maar wat je eigenlijk doet is heel zakelijk. Nou ja, het is zakelijk. Dus mijn opdrachtgevers zijn allemaal bedrijven of organisaties of scholen. Of, die hebben natuurlijk een zakelijke vraag. Die willen iets met die tekening doen. Ja. En dat is niet dat ze alleen maar cartoons willen. Ja. Het is met name het uitbeelden door middel van tekeningen van over het algemeen wat complexe materie. Mm-hmm. Die je een keertje niet in een tekst wil laten zien of horen. Omdat het minder effectief is? Of? Ja, het is gewoon bewezen dat tekeningen in combinatie met tekst grotere impact hebben. Ja. En daar doe ik zeer uiteenlopende dingen voor. Dus ja, jouw vraag, wie zijn dan mijn klanten? Mm-hmm. Is ook zeer uiteenlopend. Dat gaat van daadwerkelijk van een pannenkoekenrestaurant tot aan een hoogleraar genetica. Ja, gewoon heel verspreid. En van accountantskantoren tot ziekenhuizen. En, iedereen die iets van beeldvorming nodig heeft. Ja. Wat is nou een project waar je echt trots op bent? Dat zijn natuurlijk veel. Maar ik moet er eentje kiezen, ik dacht het al. Nee, wat een mooi project is geweest, dat is vrij recent, dat is voor het COA. Mm-hmm. Wat is dat precies? Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ja. Dat is natuurlijk ook een actueel thema. Ja. En ik heb daar met een compagnon van mij in Haarlem, hebben wij 6 tekenfilmpjes gemaakt. Mm-hmm. En, animatie. Ja. Ja, what's in a name? Het zijn filmpjes waarbij je mijn hand ziet tekenen. Ah, zo. En dan zie je de tekening heel snel ontstaan in beeld. Ja. Maar wel met een voice-over en geluidseffecten en muziek. Ja. En dat was inhoudelijk een heel interessant project. Hè? Want het meeste werk zit eigenlijk aan de voorkant. Mm-hmm. Bedenken wat je gaat tekenen. Ja, maar vooral ook bij de opdrachtgever van wat is nou precies het verhaal wat je wil vertellen. Ja. De voice-over tekst is maar vrij kort. Mm-hmm. Dus elk woord moet raak zijn. Ja. Nou, daarbij kun je natuurlijk helpen. Ja. Nou, dan moet je je storyboard maken van oké, hoe gaan we precies uitbeelden. Nou, het is een heel lang verhaal, maar al met al was de opdrachtgever erg enthousiast erover. Mm-hmm. En het was ook erg leuk om te doen. Ben je ook een goede verhalenverteller? Komt dat erbij kijken?
Nou, laat ik zeggen, het uitspreken van verhalen, nou, dat doe ik eigenlijk nooit. Mm-hmm. Wanneer doe je dat? Mm-hmm. Ja, als je kleine kinderen op schoot hebt zitten, ja, en je moet een sprookje vertellen. Ja. Nou, dan wil ik wel iets uit mijn duim zuigen. Lekker. Maar verhalen vertellen. In mijn vak doe je dat natuurlijk door middel van plaatjes. Daarom, ja. En een sequentie van tekeningen. Mm-hmm. Dus? Dus ben ik een verhalenverteller. Ja en nee. Oké. Okay. Ligt aan op welke vak, vooral in je vakgebied. Ligt aan mijn vakgebied, maar als je mij op een podium zet en ik moet wat vertellen over mijn werk, zoals hier eigenlijk. Mm-hmm. Ja, ik kom daar wel uit. Hoe ziet een dag voor jou eruit? We kunnen vandaag eens als voorbeeld nemen. Ja, dat is een mooie. Dus donderdag 20 juni. Ja. Ik zat vanmorgen om 9 uur bij een samenwerkingsverband van scholen, mm-hmm, in de Haarlemmermeer. Mm-hmm. En daar had ik samen met een dame van het communicatiebureau iets voor uitgewerkt. Mm-hmm. Dat waren dan 10 tekeningen plus een stuk tekst. Yeah. Dat hebben we vanmorgen gepresenteerd. Mm-hmm. En dat was voor 3 doelgroepen. De leerling, de ouder en de leerkracht. Yeah. Nou, Corpus Tech. Het was een absoluut succes. Mm-hmm. En de directeur zat zelfs even met emotie in de ogen, zal ik maar zeggen. Dat is altijd goed natuurlijk. Dus dat was prima. En het was nog niet eens het eindproduct. Dus, mm-hmm, dus dat was leuk. Mooi succes. Nou, toen kwam ik thuis. Toen kreeg ik een mailtje binnen van een ander heel groot bedrijf. Daar had ik van de week ook een aantal schetsen, 12 mm-hmm, schetsen gestuurd. Waarbij ik had gezegd, let even niet op de tekeningen. Maar het gaat meer om het beeld. Yeah. Vertellen deze tekeningen het wat idee, je wil overbrengen. Ja. Nou, en de eerste 2 woorden van zijn mail. Wat gaaf. Ja, dat is lekker. Dan weet je dat je gewoon goed zit. Ja. En dan is het maken van de tekeningen binnenkort gewoon arbeid. Ja. Maar dan weet je van, nou, dit gaat het worden. Dit is het idee. In de auto op weg hier naartoe, ja, werd ik gebeld door een andere opdrachtgever. Daar had ik ook 10 schetsen voor gemaakt. Een beetje hetzelfde idee. Van, mm-hmm, nou, let niet even op de tekeningen, maar is dit idee wat leuk is? Nou, ook hij enthousiast over het idee. Ja, weet je, dat zijn gewoon 3 mooie dingen. Is het als je zo'n stapeltje concepten, om het even zo te noemen, opstuurt, dat je van tevoren wel het idee hebt, hier gaan ze voor, en dat dan ook zo vaak zo is? Krijg je dat een beetje door? Ja, dat krijg je heel goed door. Ja? Over het algemeen weet ik zelf of iets aanslaat of niet. Of niet. En wat kenmerkt dat dan? Nou ja, ik denk dat ik inmiddels goed weet wat werkt en wat niet werkt. Mm-hmm. Wat aanspreekt en wat niet. Ja. Dus in die zin maak ik geen beginnersfouten. Nee. En weet ik gewoon wat mensen mooi vinden. En waar zit dat dan in? Wat vinden mensen mooi? Mensen vinden poppetjes heel leuk. Mensen, want het is herkenbaar. Figuurtjes. Zijn we echt zo simpel, ja? In allerlei houdingen. Dus dat maakt het, ik snap het ook wel, want dat maakt het natuurlijk levendig. Ja. En als je een gebouw tekent of weet ik het, voor mij wordt het een van de proces. Mm-hmm. En je tekent daar poppetjes bij. Ja. Ja, dan wordt het wel... Dan wordt het menselijker. Dan wordt het menselijker en het wordt ook origineel en ook uniek. Want ja, die figuurtjes, die maak ik alleen. Ja. Wat is nou echt iets wat je nog eens zou willen doen? Op je bucketlist staat. Op mijn bucketlist, nou ja. Ik wil nog een keer bij het Koninklijk Huis live tekenen. Wat maakt dat zo aantrekkelijk? Nou, ik denk dat een zeer unieke setting is, mm-hmm, waar je natuurlijk nooit van je leven komt, maar toch wel leuk om daarover te fantaseren. Maar wat zou dat dan zo'n aantrekkelijke klus maken? Is het dan puur omdat het een soort van ongrijpbaars is? Nou ja, omdat... Wat zit er in die wereld wat zo geschikt zou zijn om voor te tekenen? Nou, omdat uiteindelijk niemand daartoe doordringt. Ja. Dus als om wat voor reden dan ook ik een kans zou krijgen om daar een keer wel toe door te dringen, ja, weet je, dan ga je heb je natuurlijk een mooi verhaal ook om te vertellen. En het Koninklijk Huis is daar een mooi voorbeeld van. Bij wijze van spreken. Wat zijn... Word je nog vaak geïnspireerd? Zeker. Maar dat heb je natuurlijk ook nodig. Ja. En dat zoek je ook wel op. Uh-huh. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat het niet een soort sleur wordt? Dat je steeds een beetje in hetzelfde hoekje blijft zitten? Of... Ja. Ja, nou dat... Dat is natuurlijk de grootste valkuil van creatieve beroepen. Nou ja, kijk naar Fok en Sukker. Ja. Die jongens doen niets anders dan dat kanaries in eentjes tekenen. Ja, en ze doen het heel goed, maar het is ook beperkt. Ja. Nou ja, wat ik gelukkig ervaar is dat ik
nou, heel breed ben in wat ik maak. Hè. Dus het gaat van live tekenen bij seminars, congressen tot in mijn studio tekenen. Ja. En van nou ja, een eenvoudige cartoon tot ingewikkelde platen. Mm-hmm. En dat doe ik allemaal. Ja. Hè, tot aan groepstekeningen en nou, tekenfilmpjes. Dus het aanbod is heel Het soort werk gevarieerd. Wat je doet is heel breed. Is heel gevarieerd, ja. Stel, iemand zit naar deze podcast te luisteren. En nou, ik kan mezelf in dit geval wel als voorbeeld nemen. Want ik heb echt de motoriek van een uilskuiker. Ja. Hoe start je met tekenen? Als je technisch niks weet, maar wel denkt van hey, er zit iets magisch aan die wereld, of ik zou dat wel eens willen verkennen. Ja. Hoe start je? Nou ja, we hebben het al even over gehad. Het begint eigenlijk met een goed idee. Mm-hmm. Maar een goed idee, dat is wat veel mensen vaak denken. Dat is niet iets wat in één keer ontstaat. Of, rond, ja. Of wanneer je de afwas doet of staat te douchen. Ja. Dat gebeurt wel eens, maar over het algemeen is het krijgen van een goed idee gewoon werken. Mm-hmm. Zitten, nadenken, dingetjes opschrijven, ja. Associëren, mm-hmm. Vaak half ideeën combineren. Mm-hmm. En op een gegeven moment ontstaat er iets dat je denkt van hey, hier zit wat in. En wat is een goede manier om met techniek aan de slag te gaan? Met tekentechniek bedoel je? Ja. Eerst denk ik moet je even ontdekken of je er enig talent voor hebt. Yeah. Dan kun je een beetje een cirkel tekenen, dan kun je rechte lijn neerzetten. Yeah. Als dat dan moeilijk is, dan wordt het een lange weg. Ja, okay. Dus één, of je er talent voor hebt. En twee, misschien nog veel belangrijker, of je het leuk vindt. Yeah. Nou, als je die twee hebt, dan is het een kwestie van uren maken en dan kom je ergens. Gewoon blijven doen. Je moet het inzicht een beetje hebben en vanaf daar gewoon veel doen. Ja. Had ik nog de vraag wat ik op je website tegenkwam, is dat je tekent ook digitaal. Ja. Dus op een iPad in dit geval. Ja. Is dat niet heel erg raar / wennen? Het is wennen, maar dat wennen duurt heel kort. Want? Nou ja, dat heb je. Ik heb dat, had dat heel snel in de vingers. Mm-hmm. Maar ja, zo'n iPad en zo'n iPencil, dat is zo fantastisch materiaal. Wat maakt dat zo goed? Nou, de mogelijkheden zijn eindeloos, zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. Je kunt heel makkelijk corrigeren. Mm-hmm. Je kunt heel makkelijk kleuren toevoegen, weer weghalen. Je kunt onderdelen van tekening kun je combineren. Yeah. Je kunt met layers werken en met laagjes. Dus dat geeft ook allemaal mooie effecten. Er zitten allerlei trucs en functionaliteiten in. Als je die eenmaal door hebt, ja, joh, dan... Is het meer geschikt voor... Het wordt misschien wat strakker. Zeg ik dan iets geks? Nou, dat is maar net wat je ervan wil maken. Yeah. Als ik bijvoorbeeld live teken... Mm-hmm. Nou, dan moet je heel snel een idee oppikken en dat uittekenen. Dan heb je gewoon de tijd niet om het heel strak te maken. Dus dan is het vaak pats. En dan gaat het om het idee. Ja. En de tekening is dan behoorlijk. Ja. En dan weer door naar de volgende. Dus het is maar net wat je afspreekt, hè, wat je gaat maken. Mm-hmm. En hoeveel tijd je erin steekt. Hoe lang doe je dit werk nou al? Nou ja, eigenlijk... er zijn natuurlijk vele antwoorden op. Eerste antwoord is vanaf 1982, want toen kreeg ik voor het eerst betaald voor een cartoon. Ja. Tijdens mijn werk als bedrijfseconoom heb ik naast dat werk ook heel veel getekend. Dat heb ik gedaan. En dat was niet voor een boekenbon. Dus dat was ook een soort van professioneel. Ja. En nu fulltime doe ik het sinds 5 jaar. Oké. Okay. Ben je dit over 5 jaar nog steeds aan het doen? Ja, zonder meer. Wat doe je verder over 5 jaar? Wat zijn dan dingen die je hebt gedaan die je nu nog niet hebt gedaan? Ik denk dat het de filmpjes zich verder ontwikkeld hebben. En maar hoe bedoel je filmpjes dan? Is dat ook animatie? Ja, animatie. Maar animatie, dat is ook zo ontiegelijk breed. Van heel houterig tot aan, laten we zeggen, de Walt Disney bewegingen. Yeah. Dus dat daar is zoveel in te ontdekken nog, voor mij tenminste. En een ander gebied wat hieraan raakt, hè, dat is in feite grafische vormgeving. Ja. Dat is een ander vak. Het is iets heel anders. Het is heel anders, maar het raakt er wel aan. Ja. Bijvoorbeeld het maken van een logo. Mm-hmm. Nou, dat is eigenlijk een vak voor een grafisch vormgever, maar ik heb er laatst ook eentje voor iemand moeten maken. Ja. En daar zijn we weer. Het gaat om het idee. Ja. Nou, ik had een leuk idee. Ja. Ik heb het ook zelf uitgewerkt. En het was je kan het dan wel helemaal zelf natuurlijk. Dus ik kan het wel. Ja. Dus ik wil me komende tijd ietsje meer bekwamen ook op het gebied van de grafische vormgeving, maar alleen als de tijd daarvoor is. Als ik het met dit werk knetterdruk heb en houd, dan is dat niet nodig. Waar kunnen mensen je vinden? www.tomvandun.nl. Staan ook voorbeelden op?
Legio. Legio voorbeelden. Om je hele avond mee te vermaken. En dat is nog maar een greep. Tom, dankjewel. Oké, okay, jou, dankjewel. Zo.